Ik ben Luc Strobbe, sinds 1997 werkzaam in het CWZ als chirurg-oncoloog. De oncologie spreekt mij erg aan omdat het menselijk contact zeer intensief is. In tegenstelling tot traumatologie of andere vormen van chirurgie zijn we lang bezig met mensen, intensief bezig. Je ziet mensen, je spreekt mensen op een moment waarop ze het kwetsbaarst zijn. En dan komt het erop aan die open te stellen, te luisteren en hoop te bieden. Het gaat niet om een protocol, het gaat niet om een richtlijn, het gaat niet om één oplossing die voor iedereen met borstkanker geschikt is. Het gaat om de 87-jarige met een kleine tumor, familie eromheen of niet. En dat nemen we allemaal mee in de besluitvorming. Bij afscheid van de patiënt uit de kamer geef ik altijd een hand met erbij, we gaan voor genezing. Dat is geen garantie, maar dat is wel de hoop, dat is de insteek. En voorafgaand aan de chemotherapie kijken we of er uitzaaiingen zijn in het skelet, in de lever. Goede zorg is niet alleen een lange overleving. Goede zorg is niet alleen een technisch geslaagde operatie. Dat is een minimumvereiste. Goede zorg is wat er bovenop komt, is wat wij vaak noemen de zachte sector in de zorg. De onmeetbare parameter. De kwaliteit die iemand voelt als hij thuis bij kopje thee nog eens over nadenkt.